Doe ik hem nu aan? Ja, even zien. Vind jij er leuk op staat? Ja, ja, jij staat er leuk op. Nou, is dat even wat? Hè? Ja. We gaan eerst even kijken, Brian. Brian. Ja, wat is er weer aan Brian? Redactie items. Doe ik dat goed? Nee, deze moet uit. Deze is helemaal op rijm, joh. Ja, ik heb het gezien. Dat is leuk, hoor. In verband met Sinterklaas. Ja, ik heb al een stukje doorgelezen. Het ziet er leuk uit. Even kijken. Even kijken. Dat wordt jouw... Dit wordt de 12e. Ja, 12e. Och, jeetje, wat heb je het mooi geprint. Zoveel hulp? Ja, goed, hè. Ja, maar het zijn allemaal hele grote afstanden. Ja, ja, ja. Dus dat, ja. Dat scheelt ook wel, natuurlijk. Even zien. We gaan naar donderdag. Misschien ook het zo. En dan zo kijken we 12e. Ja, maar dan hoor je geritsel, hè. Dus dan krijg je dat niet zo mooi. Even zien. 10. Dat ding staat al in de weg. Even. Zo. Ja, helemaal goed. Dat zit je in je oor. Dat kan ook. Is het zo goed? De telefoon. Rechter voor zitten natuurlijk. Okay. Even kijken. Wat hebben we hier? 8e kolom heb ik hier staan. Dit is kolom. 11e kolom. Ja, dan gaan we nu naar de 12e. We gaan naar de 12e. Klopt. En dat wordt de 27e november. Aanstaande donderdag. Dat is 27. En ik ga hem heel rustig lezen. Ja, ik ben heel... Let vooral op mijn ademhalingstechniek, die is fantastisch. Ik let altijd. Ja, je moet wel even van tevoren goed ademhalen. Oké. We gaan even je stemmetje opnemen. Ja. Even van tevoren. Of het een beetje... Zo, Joop. Ja, lekker. Dat is mijn schuld. Laat eens even wat horen met die sporre stem van je. Dit is een test. Joop van Straten, je kunt hem niet haten. Nee. Herman Baas daarentegen. Wacht die krijgt een wacht even, wacht even. Nog een keer. Joop van Straten, je kunt hem niet haten. Herman Baas daarentegen. Die krijgt een 9. Ik zat te wachten, dit komt er. Nou, we gaan helemaal in de Sinterklaas-sfeer nu, hè, begrijp ik. Ik zou zeggen, we gaan het proben. Ja. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Even kijken hoe dat... Als het papier... Nou ja, als het... Leg ze dan los. Leg ze dan neer als een soort kwartet. Zo. Nou, ja? Ik ben er klaar voor. Let op hoor, daar gaan we. Ja. En ik moet heel erg rustig aan. Ja, okay. Gaat er dan niet doorheen zitten lullen. Even wachten. Ja. Sint en Piet zaten te denken wat ze Marietje zouden schenken. Ik weet niet hoe het u vergaat bij het maken van uw Sinterklaasrijmpjes, waarde luisteraars. Maar ik kom met de grootst mogelijke moeite nauwelijks verder dan deze twee weinig originele, platgetrapte dichtregels. Deze afgezaagde kapstok waar half rijmend Delft zijn gedichtje aan ophangt. Want het is bijna zover. Bij velen zijn de loodjes reeds getrokken en kan wat hen betreft het heerlijk avondje komen. Het avondje dat we met plaatsvervangende schaamte elkaars gedichtsels moeten voordragen, alvorens tot de ellebogen in de ontbijtkoep poep te moeten graaien naar je habbekrats cadeautje van om en nabij het afgesproken tientje. De jaarlijks terugkerende martelzoektocht naar rijmwoorden is voor velen weer in volle hevigheid losgebarsten. De handen mogelijk in het haar en de hersens gepijnigd, om balpen kluivend een leuk gedichtje te maken voor die rot collega op kantoor, wiens bloed je wel kunt drinken, maar ja, je hebt hem helaas getrokken. Voor hem zou je als surprise het liefst een doos brandnetels kiezen. Nee, of, dat is niet mooi. Als je het gaat dichten, moet je even niet een fout maken. Hè? Okay. Dus voor hem zou je als surprise, even beginnen. Voor hem zou je als surprise het liefst een doos brandnetels kiezen. Of voor die zure tante van je vrouw de kant, die altijd loopt te zaniken dat ze trouwde onder haar stand. Nee, waarde luisteraars, dat dichten is aan mij niet besteed, want ik schrijf columns, zoals u weet. En ook al kan ik rijmen en dichten zonder mijn hemd op te lichten, kom om hulp mij niet vragen, want aan andermans versje ga ik mij niet wagen. Aan mijn eigen dichtprobleem heb ik meer dan genoeg, dus laat staan dat ik voor een ander zwoeg. Hier bij de radio doen we helaas niets bijzonders met Sinterklaas. Wij trekken onder elkaar geen loodjes en kopen geen cadeautjes. Wie hier zijn schoen zet en 's avonds achterlaat, mag blij zijn dat hij er 's ochtends nog staat. Je zit er heet te lachen. Ik vind het gewoon heel grappig. Oké, okay, nou, knip, zijn knip je eruit. Nog een keer. Nog een keer? Wie hier zijn schoen? Moet niet lachen. Ja. Oké. Okay.
doen we niet zo stom. Kom. Stijf. even serieus. Okay, ja, nu. Wie hier zijn schoen? Wie hier zijn schoen zet en 's avonds achterlaat, mag blij zijn dat hij er 's ochtends nog staat. Maar mocht zo'n feest iemands belangstelling wekken, dan zou ik Joop van Straten wel willen trekken. Een radioman in hart en nieren. Ja, met hem zou ik wel Sinterklaas willen vieren. Voor Joop wil ik wel een gedichtje schrijven. Nou ja, dat wil zeggen als hij mijn technicus wil blijven. Iedere zondag presenteert hij Straatje Mol. En daar heeft Luisterend Delft de mond van vol. Joop presenteert het samen met zijn Nanda. En helaas rijdt zij niet in een panda. Maar op een brommer, zo'n tweetakkie. Anders was een gedicht voor haar kat een bakkie. En wat te denken van Herman Bruin, die omroepcorrivee van teen tot kruin. Niet Herman Bruin, Herman de Bruin. Oh ja. Ja, nog een keer. En wat te denken. En wat te denken van Herman de Bruin, die omroepcorrivee van teen tot kruin. Zonder hem ligt mijn donderdag in puin. Ook voor hem wil ik dichten, zei het iets wat schuin. Maar wie me echt zou inspireren om een gedichtje voor te componeren, is een radiovrouw waar muziek in zit. Ja, heren, ik heb het natuurlijk over Ankie Smit. Die vrouw is geboren met een koptelefoon op haar oren. Onder haar radiogolven wil ik worden bedolven. En trok zij maar mijn loodje, want Ankie is het cadeautje. Voor haar zou ik vergoed de drank laten staan. En als geheel onthouder door het leven gaan. Ja, zelfs het roken zou ik af willen zweren. Me, als het moet, tot Jehovah bekeren. Of bij de gemeente een goed woordje doen. Dat ze een straat naar haar noemen of een plantsoen. En ik beloof nooit meer naast het potje te pissen. Als ik Ankie's stem maar niet hoef te missen. Nou, ik weet niet of ze daar blij mee is met die loftuigingen. Ja, nou ja, we merken maar dat wel. Zien we gauw genoeg. Maar het is wel heel leuk. Het is een keuze, uitzend of niet uitzend? Ja, nee, natuurlijk wel. Ja? Natuurlijk wel. Maar ik weet niet. Vond je het zelf leuk? Leuk ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vind het heel knap ook dat je zo'n heel lang stuk... Ach ja, het is een gave. Rijmelarij, ja, je bent één zittend stuk gave. Ah, het is een gave. Ja, het is een door God gegeven wonder. Die heb jij niet. En dat niet. Nou, ik kan ook aardig dichter geloven. Oké, nou, dat was hem dan. We gaan eerst even opslaan. Zat mijn haar trouwens goed? Heel mooi. Oké, okay, nee, dan... dat heel belangrijk. Oké, okay, ja. Nou dan, dat was hem dan. Cool.